Gemeente Over Betuwe luistert naar de boeren. Ze schakelen agrarische coaches in om te zorgen dat hun wensen worden gehoord. Vorig jaar overhandigden lokale boeren uit Over Betuwe symbolisch een sleutel aan hun burgemeester met de boodschap: luister naar ons in deze tijden van stikstofcrisis. Deze boeren willen gehoord worden en het lijkt erop dat hun oproep niet onopgemerkt is gebleven. De gemeente onderneemt actie door agrarische coaches in te schakelen, die persoonlijke bezoeken brengen aan boeren en tuinders om hun zorgen en wensen aan te horen. Nou, wat je ziet is dat er natuurlijk een stikstofprobleem is. De melkveesector onder andere stoot ook stikstof uit. Daar hebben we met poep en plas nou eenmaal mee te maken. Wij doen ook ons best om emissies te beperken, want het kost ons ook gewoon geld. Dus in die zin zijn we er ook zelf bij gebaat om te zorgen dat we zo weinig mogelijk stikstofemissie hebben. En aan de andere kant wordt er wel van alles over je uitgestort, terwijl wij voedselproducenten zijn. Dus wij zorgen voor een eerste levensbehoefte voor een heleboel mensen. Als je dan eigenlijk min of meer geen bestaansrecht meer hebt, omdat het doet er niet toe wat je doet. En dat is eigenlijk wat er kort gezegd en heel zwart-wit gezegd natuurlijk over je uitgestort wordt. Dan doet dat wat met je. We denken dat we een toekomstbestendig bedrijf hebben, maar je weet niet hoe het er in de toekomst eigenlijk uit moet zien, omdat dat plaatje hier niet geschetst wordt. En we hebben er zelf wel een beeld bij en daar werk je aan. Maar of dat uiteindelijk is wat je zometeen ook nog, je license to produce heeft, dat moeten we maar afwachten. En voor onder andere deze zorgen gaan onafhankelijke agrarische coaches op keukentafelgesprek bij lokale boeren en tuinders die anoniem met hen kunnen delen wat hen bezighoudt. Nou, wat er op het moment natuurlijk heel erg speelt, is dat er heel veel onzekerheid is over de toekomst. Wat worden de plannen van het Rijk? En dit kan best wel veel stress geven. En dat merk je ook als je met boeren en tuinders praat, dat ze zeggen van ja, het zit me gewoon heel hoog. Ik weet gewoon niet waar ik aan toe ben. Die onduidelijkheid, die vreet aan me, ik lig er soms wakker van. Dat is een heel belangrijke zorg. Iedereen wil grond om zonnepanelen aan te leggen. Fruittelers willen soms meer grond, laanboomkweekers zijn op zoek naar grond. De glastuinders die hebben last van de hoge energieprijzen. Van boeren wordt verwacht dat ze nadenken over een toekomst en dat ze andere zaken gaan doen. Om te weten wat ze kunnen op het erf, zijn er vergunningen nodig en duidelijkheid wat er wel en niet kan. En dit krijgen ze vaak niet, omdat het dan wel stil ligt bij de gemeente. Het is natuurlijk heel lastig als jij voor de keuze staat van nou, ga ik daarin verder of niet en wil ik daar de komende 30, 35, 40 jaar ook mijn werk van maken en mijn inkomen uithalen. Dan weet je eigenlijk niet of je dat gaat lukken. Boer ben je 24/7 alle dagen per jaar. Ongeacht welke sector, hè, wordt gewoon hard gewerkt. Natuurlijk kun je eigenlijk laten vervangen, maar je doet dat vanuit een bepaalde passie en intrinsieke motivatie. En in een overtuiging, ja, dat is niet zomaar van nou, dan ga ik even wat anders doen. Want dat zit in je of dat zit niet in je. Even Jinek noemt of ja, dan gaat u als boer toch gewoon wat anders doen. Ja, dat is wel heel simpel gezegd. Nou, ik denk dat de grootste uitdaging gaat ook zijn voor coaches, zeg maar. Hoe vertaal ik nu wat ik hier aan de keukentafel gehoord heb? Hoe breng ik dat ook bij de mensen die uiteindelijk het beleid schrijven en het beleid maken? We kunnen natuurlijk niet bepalen wat de gemeente doet, maar we kunnen wel in ieder geval overdragen wat de boeren en tuinders willen. Na de gesprekken gaan ze aan de slag met vragenlijsten. En de verzamelde informatie wordt dan weer gepresenteerd aan de boeren en tuinders. In februari volgend jaar delen ze dit rapport met de gemeente, zodat alle belangen gehoord worden. Wij hebben hier een familiebedrijf, wij doen dat met z'n allen. Wij zijn nog relatief jong, mijn man en ik, dus wij hopen hier nog jaren heel veel plezier uit te halen. En wellicht hebben wij ook een opvolger, dat weten we niet, die zijn nog jong. En dat gaan we meemaken. Maar voorlopig willen wij hier nog gewoon heel lang met heel veel plezier ons werk doen. Tijdens graafwerkzaamheden bij basisschool De Esdoorn in Elst is donderdagochtend een gaslek ontstaan. Rond 11:15 kreeg de brandweer hier een melding over binnen. Tijdens de werkzaamheden is een gasleiding geraakt, waardoor deze is beschadigd. De brandweer heeft metingen verricht en het lek afgedicht. Netbeheerder Liander kwam vervolgens direct ter plaatse om de schade te repareren. De leerlingen zijn niet in gevaar geweest. Henry Lenverink wordt voorgedragen om de taken van John Berends waar te nemen, de Gelderse commissaris van de Koning. Dat is de uitkomst van overleg van minister Hugo de Jonge met provinciale staten en gedeputeerde staten van Gelderland. Naar verwachting kan Lenverink komende maandag al aan de slag.
Lemverink was tussen 2003 en 2023 burgemeester van de gemeente Leiden. Daarvoor was hij tussen 1994 en 2003 wethouder in Arnhem. John Berends legde zijn functie als commissaris van de Koning onlangs neer nadat hij werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. De Nijmeegse Radboud Universiteit eindigt dit jaar lager op de wereldwijde ranglijst voor universiteiten. De Nijmeegse onderwijsinstelling moet één plaats inleveren en eindigt op de 140ste plek. De koploper onder Nederlandse universiteiten is momenteel de Technische Universiteit in Delft. Zij nemen deze titel over van de Wageningen Universiteit, die vorig jaar nog de beste van Nederland was. De beste universiteit ter wereld is voor het 8e jaar op rij weer het Britse Oxford. In totaal zijn er 1904 universiteiten beoordeeld over 108 verschillende landen. Het Polenmonument op het Polenplein in Driel krijgt mogelijk een andere plek in het dorp. Dat meldt dagblad De Gelderlander donderdag. De projectgroep Hart van Driel wil het monument richting de katholieke kerk in het dorp verplaatsen. Het is een van de plannen om het centrum van Driel aantrekkelijker en levendiger te maken. De plannen zijn woensdagavond gepresenteerd en konden op veel bijval rekenen. Voor de Rooms-Katholieke kerk zou uiteindelijk een nieuw tweede plein moeten worden gerealiseerd. Deze week is de Week tegen Eenzaamheid, een nationale campagne om de strijd tegen eenzaamheid aan te gaan. In de gemeente Overbetuwe waren er allerlei activiteiten gericht op het bestrijden van eenzaamheid en werd er eerste ontmoetingsbankje onthuld door wethouder Chantal Teunissen. Op een plek waar dagelijks talloze mensen voorbij gaan, voor het gemeentehuis in Elst, staat hij gereed. Nu nog gehuld in verpakking, maar straks het middelpunt van het centrum. Nou, we hebben dadelijk gaan we een bankje openen. Dat gaat de wethouder voor ons doen. En dat is eigenlijk de start van de ontmoetingsroute. En de ontmoetingsroute is hier door heel Overbetuwe heen, een week lang. We hebben allemaal bankjes, initiatieven die meedoen. En die eigenlijk naar eenzaamheid rondom de ontmoeting allerlei activiteiten aan het organiseren zijn. Inwoners lieten weten welke plek binnen de gemeente wel een ontmoetingsbankje konden gebruiken. Zo ontstond er met elk bankje gemarkeerd op een poster een volledige route. Een bankje is eigenlijk de symboliek van ga op dat bankje zitten, neem plaats, ontmoeting en ga gewoon in gesprek. Het zijn specifieke ontmoetingsbanken, maar het zijn ook nog banken van recyclebaar materiaal. Daarnaast verschenen overal babbelpotten met vragenkaartjes voor goede gesprekken. Maar we vinden het ook belangrijk dat het eigenlijk het hele jaar wel aandacht voor is. En er zijn in Overbetuwe zoveel mooie initiatieven. En we hebben die allemaal zo'n babbelpot gegeven, zodat ze ook na deze week nog met elkaar in gesprek kunnen gaan. Met allerlei leuke, prikkelende vragen. 1, 2, ik sta hier moederziel alleen en kijk een beetje om me heen. Verlos me van de eenzaamheid, kom erbij en neem de tijd. Ik word helemaal blij van binnen als twee mensen een praatje beginnen. Ook de babbelpotten krijgen een mooie plek. De wethouder stapte op de duofiets om de eerste naar het nabije buurtcentrum te brengen. De sociale media. Leerlingen uit HAVO 5 en VWO 6 van het NSG Groenewoud hebben woensdag hun ereprijsproject afgetrapt. De leerlingen die alle muziek als eindexamenvak hebben, gaan een compositie schrijven voor het orkest De Ereprijs uit Apeldoorn. Uiteindelijk zal dit orkest hun compositie live ten gehore brengen op de school. De Zevenheuvelenloop heeft er een nieuw evenement bij, de Zevenheuvelen Winter Trail. Op zaterdag 16 december vindt deze trail run voor het eerst plaats in afstanden van 5, 10, 15 en 21 kilometer. Alle afstanden lopen door de bossen van Heilig Land Stichting en zelfs door Museumpark Orientalis. Daar zou op dat moment het jaarlijkse Feest van Licht plaatsvinden, dat de hardloopwedstrijd een extra winterstintje geeft. Ook zet de organisatie zich in voor Serious Requests van radiozender 3FM, die rond die tijd met hun glazen huis in het hart van Nijmegen staat. En tot slot is op Facebook te zien dat de Nijmeegse najaarskermis weer wordt opgebouwd. Op de foto's is te zien hoe het reuzenrad in aanbouw is dat sinds vorig jaar op de Grote Markt staat. Het is dit jaar een bijzondere editie van de najaarskermis, want de Nijmeegse kermis bestaat maar liefst 750 jaar. Zaterdagmiddag gaat de kermis open en deze loopt tot en met zondag 8 oktober.
Na een zonnige start trok de lucht vandaag al snel dicht en werd het vrijwel overal bewolkt. Het bleef wel droog bij zo'n 21 graden. Vanavond en vannacht wordt die bewolking nog wat dikker, maar blijft het in eerste instantie nog wel droog. Morgenochtend zal er vervolgens wat regen over het land trekken. En veel zal het niet zijn, maar helemaal droog houden we het ook niet. In de loop van de middag komt de zon wel weer vaker tevoorschijn en wordt het uiteindelijk weer zo'n 22 graden. Ook in het weekend houden we het droog en is er een mix van zon en bewolking. Het blijft wat aan de warme kant voor de tijd van het jaar met 20 tot 22 graden. In de loop van de nieuwe week wordt het langzaamaan iets wisselvalliger. Tot zover het RN7 Regio Nieuws van donderdag 28 september. Volg ons ook op Facebook, X en Instagram via RN7 Online. En houd voor het laatste nieuws onze website en app in de gaten. Graag tot morgen.